Het Nationaal Leger hield gisteren de 5e editie van de TAPTU, een militaire show in het André Kamperveenstadion. De TAPTU was onderdeel van de viering van de 42e onafhankelijkheidsdag van Suriname. De TAPTU had een speciaal tintje vanwege het 75-jarig bestaan van de militaire kapel. Er was niet alleen muziek van de kapel, maar werden ook verschillende demonstraties gegeven van de speciale troepen. Ook de motorrijders van het Korps Politie Suriname en het Nationaal Leger hebben hun kunnen getoond aan het goed opgekomen publiek. In vergelijking met voorgaande jaren waren er geen parachutedemonstraties. Bij de laatste editie van de onafhankelijkheidsviering werden er door buitenlandse parachutisten demonstraties gegeven.